Donald Trump wordt de 47e president van de Verenigde Staten. En heel veel mensen vragen zich af, hoe is het zo ver kunnen komen? Als je dan ziet dat 85% van de werkende gezinnen in de Verenigde Staten het moeilijk heeft om de maand rond te komen. Als je ziet dat de reële lonen vandaag in de Verenigde Staten lager liggen dan in 2021, toen Biden begon. En je hoort dan de hele tijd Kamala Harris zeggen dat het zo goed gaat met de economie. Als je ziet dat er vandaag een record aantal daklozen is in de Verenigde Staten. Als je weet dat de VS 10 keer meer geld uitgeeft aan bommen, aan wapens, dan aan onderwijs. En als je weet dat de VS zo onvoorwaardelijk de genocide in Gaza sponsort met miljoenen, miljoenen dollars, terwijl er zoveel noden zijn. En als men dan op de koop toe nog vraagt, je kan kiezen tussen een verderzetting van dit alles of voor een Trumpiaanse omwenteling, dan weet je dat het heel, heel moeilijk is. Want laten we eerlijk zijn, het gaat om meer dan één man die gevaarlijk is. En ja, gevaarlijk is hij, Donald Trump. Maar het gaat uiteindelijk om een systeem. Het gaat om een systeem waarin de rijkste 1% miljoenen en miljoenen dollars kan besteden om die verkiezingen te beïnvloeden voor zichzelf. Om nieuwe belastingvoordelen te creëren, om te zorgen dat mensen makkelijker kunnen ontslaan worden en ook om elke verhoging van het minimumloon tegen te gaan. Het gaat om een systeem waarin dat mensen als Elon Musk, dat is de rijkste man ter wereld en ook de eigenaar van X, hè, voorheen Twitter, een sociaal media-imperium hebben gecreëerd dat ze kunnen gebruiken om Trump te doen verkiezen met lasters en met leugens. Het gaat om een systeem waarin dat big tech ondernemers als Peter Thiel Silicon Valley weet te mobiliseren voor Trump, omdat ze Trump nodig hebben om de concurrentie uit China tegen te gaan. Het gaat ook om een systeem waarin dat die heersende klasse angst heeft, schrik heeft voor de bewegingen in de buik van de Verenigde Staten. En daarom zijn ze al aan het plan hoe ze nieuwe anti-vakbondswetten gaan doordrukken, hoe ze massaal arbeidsmigranten gaan deporteren en hoe dat ze ook die jonge pro-Palestijnse generatie gaan criminaliseren. En uiteindelijk spreken we dan niet meer over een democratie, maar wel over een plutocratie. De macht van de rijkdom, de macht van de 1%. En als je dan kijkt naar de geschiedenis van de Verenigde Staten, dan zie je ongelooflijk veel rijke bewegingen en heel veel veranderingen. Telkens wanneer een beweging is opgestaan die zich niets heeft aangetrokken van dat tweepartijensysteem en die in haar eigen kracht heeft geloofd. Dat was zo bij de anti-slavernijbeweging, toen ze slavernij gingen afschaffen. Niemand geloofde dat, maar toch hebben ze het gedaan. Dat was ook zo bij de Civil Rights Movement, de burgerrechtenbeweging. En dat was zo bij het ontstaan van de arbeidersbeweging in de Verenigde Staten, die trouwens een heel rijke en krachtige traditie heeft. En dat zie je vandaag ook. De kracht ligt in al die bewegingen van onderuit. Die je ziet bijvoorbeeld in de vakbond. Al die jonge activisten die, zoals bij Starbucks, nieuwe vakbonden oprichten. Die nieuwe generatie die voor het socialisme is in de Verenigde Staten. Al die jongeren ook die in solidariteit met Palestina opereren. Er beweegt heel wat in de buik van de Verenigde Staten. En daar ligt onze hoop voor de komende decennia. Don't mourn, organize. Dat was het motto van de legendarische vakbondsleider Joe Hill. En dat is aan de orde van de dag. Trouwens niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook elders in de wereld. En ook hier. Don't mourn, organize.